Dag allemaal, Kefteling weer. En wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ja, zoals je ziet staan hier allemaal houten paaltjes. Dat is waarschijnlijk voor het onderhoudsbeurt van het huis van de Vijf Sintuigen. Of alvast voor het nieuwe hotel. Ik weet niet waarvoor deze dienen eigenlijk. Het zijn grote paaltjes. Ik had ze wel kleiner verwacht misschien, maar die zijn er al lomp. Dus misschien voor houten schuttingen of zo, dat ze echt niks kunnen zien. Dat ze misschien echt de fans willen tegenhouden om er overheen te fotograferen. Want als die schot echt tot zo hoog... Ja, die kan daar niet overheen natuurlijk. Zo groot ben ik niet. Dus ja. Maar en we gaan natuurlijk ook even bij de wereld van Simbad kijken. Want er schijnt ook in de een al te gebeuren. Of gebeurd te zijn. Dat moet ook bijna open. En ja, we gaan iets leuks halen. Tenminste, als ze het nog hebben. Kijk, daar zijn ze al druk bezig. Bomen. En zo. Alles wordt plat gemaakt hier. Ik ben benieuwd. Over een tijdje zullen we wel horen. Ja, we staan nu in de rij van de Joris en de Draak. Die heeft een paar weken in onderhoud geweest. Dus we gaan weer eens even kijken hoe die rijdt op de baan. Ja. Nou, we komen net uit Joris en Draak. En je voelt het wel hoor, de nieuwe bocht. Die zijn we vernieuwd. Rijdt weer een stuk beter. Ja. Nou, we gaan nu de Vliegende Hollander in. Ja, we zijn even het park uitgevlucht. Ik ga eventjes iets kopen. En dan ja, zie je dat dadelijk wel wat ik heb gekocht. Leuk. Nou, ze staan er nog een paar. Dus neem er eentje mee. Hè. Voor deze verzameling. Hartstikke leuk. Heel mooi. Dit was en haar zo zwart als emmerald. Hoort aan de stierf de Yo, we zitten even bij Ravelijn en ja, ik ga eventjes kijken of Draconico nou werkelijk rood vuur spuugt. Ja, dat was nieuw, dus daar ga ik eventjes goed naar kijken. Mijn arme Harina, je denkt dat je vrienden nog maar iets kunnen doen tegen mijn Draconicon. Ze hadden hem niet wakker moeten maken. Er zijn niets tegenover Draconicon en mijn wacht. Beste vrienden, nu is het jullie beurt. Gebruik alles wat je net hebt geleerd. En weet dat als jullie samenwerken, jullie een onverwoestbare eenheid vormen. Zo, we zijn net nog even bij Simbad wezen kijken. Het wordt al kei mooi. Alleen ik kwam weer aan en de lampen sprongen weer uit. Hey, dit is Samantha trouwens, daar was ik mee vandaag. Hallo. Dus ja, nu gaan we nog even in de baron. En daarna gaan we nog even naar het spookslot, want daar moet ik ook nog even iets over vertellen. Ja, wat zal daar nog mee gebeuren, hè? Nou, we staan hier bij het spookslot aan de achterkant. En hier links van mij, waar de wachtrij van Maximoris even heeft gestaan met corona. Ja, dat die, al die hekken zijn weggehaald.
En er schijnen geruchten te gaan dat, dat er iets met het spookslot gaat gebeuren. Ik hoop het eigenlijk van niet, want het is best een iconische attractie voor de Efteling. De show mag wel een keer opnieuw hergeprogrammeerd worden en nieuwe effecten erin. Nieuwe, met de techniek van tegenwoordig bedoel ik dan, hè. Dat zou wel echt mogen. Maar ik hoop niet dat ze het spookslot gaan weghalen. Dat zou echt zonde zijn van het gebouw. Het plein mogen ze hier van mij wel de rechter aanpassen. En misschien dat ze hier achter iets gaan doen. Maar dat is nog maar de vraag. Dus wij zodoende. Het nieuws over het spookslot. Nou, dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten met kijken. En tot de volgende Kerstdag video. En dat zou misschien met iets met muisjes te maken hebben. Dat weet ik niet, maar we zien het wel. Tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren op Kerstdag. En op naar de 300 likes nou, of abonnees nou. En bedankt iedereen die mij volgt en mij kijkt. Dat jullie al zover mij geabonneerd hebben. Vind ik hartstikke leuk. En tot de volgende Kerstdag allemaal. Dag!